Oké, goedenavond allemaal. Mijn naam is Mikael Tseggij. Ik ben fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag. En ik ga vanavond dit huiskamergesprek aan elkaar praten. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. En voor we zo live gaan op Facebook, wil ik jullie vragen om ook nog even het linkje van dit gesprek te delen met je vrienden, zodat ze misschien mee kunnen kijken als ze dat willen. En ik zal mezelf zo nog een keer opnieuw voorstellen voor de mensen die dan pas mee gaan kijken om 8:30. Allereerst nogmaals welkom. Lodewijk is er geloof ik ook al. Klopt dat? Hey Mico, goedenavond. Hey Lodewijk. Hi. Hallo, alles goed? Zeker, met jou? Ja, ook goed. Veel bekenden in beeld, leuk. Ja, het ziet eruit als een leuke volle huiskamer. Jij dacht vanavond van ik stap af van mijn gesprek over de coronacrisis en we gaan het hebben over iets anders wat ook nog is gebeurd tijdens de coronacrisis. Ja, volgens mij is dit nu een brandende kwestie waarvan het belangrijk is om het over te hebben. Dus het is een van de voordelen van een nadeel. Die huiskamergesprekken zijn makkelijk om te bouwen naar een ander onderwerp. En ja. Heel blij met alle gasten die willen meepraten vanavond. Dank voor jullie tijd alvast. Mooi, oké. Nou, we zijn nu live op Facebook, dus ik ga me nog een keer opnieuw voorstellen. Mijn naam is Mikael Tseggij, ik ben fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag. En ik ga vanavond dit gesprek aan elkaar praten. Allereerst wil ik iedereen van harte welkom heten. We hebben vanavond best wel veel gasten. We gaan het hebben namelijk over racisme en de Black Lives Matter beweging. Een heel actueel thema en dat gaan we doen met Lodewijk, die hebben jullie net al even gezien. Nelleke, de voorzitter van de PvdA. Ahmed Abutaleb, de burgemeester van Rotterdam. Tanja Yadnan-Nansing, zij is stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Zuidoost. Amma Assante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad en oud-Kamerlid voor de PvdA. En Jerry Afrije, activist en organisator van onder andere het protest afgelopen week, ik weet even niet meer welke dag het precies was, in het Bijlmerpark. Super fijn dat zij allemaal bij ons aan willen schuiven. Ik ga allereerst weer even naar Lodewijk. Je zei het net al even, we hebben nu de online huiskamergesprekken over corona. En we hebben er vandaag eentje eigenlijk omgebouwd naar een actueel onderwerp, namelijk de Black Lives Matter beweging en racisme. Wat wil jij vandaag uit dit gesprek halen? Nou, ik hoop vooral zoveel mogelijk te horen over wat we zelf beter kunnen doen. Ik denk dat het heel goed is dat het zo'n enorm hot topic is, maar ik denk dat het uiteindelijk ook in de politiek moet worden bestreden. En dat we die laag ook kunnen aanbrengen. En ik vind ook dat wij daar als Partij van de Arbeid een verantwoordelijkheid in hebben. Dus ik hoop daar vooral veel over te horen. En ik ben heel benieuwd naar wat onze verschillende gasten zelf ook willen bijdragen. Dus ik vind het, ik verheug me erop. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat het gaat lukken. En ik ga meteen nu naar de eerste gast. Jerry, ben je er al? Volgens mij nog niet. Ja, ik ben er al. Oh, ja, top. Hoi. Ja. Fijn dat je er bent. Jij wilde vanavond ook met ons meekomen praten over dit onderwerp. Maar je zei, laten we er geen brainstorm zonder notulen van maken. Wat bedoelde je daarmee? Ik denk dat het heel belangrijk is dat wanneer wij over dit onderwerp willen hebben, dat we beseffen dat het niet zonder actieplan kan plaatsvinden. Omdat we voeren heel veel van dit soort gesprekken met verschillende partijen. Bedrijven noemen, maar meestal is van bedankt. En dan ga je naar huis en daarna moet je weer gaan protesteren. En je wilt toch vooruitkomen. Dus ik hoop dat het... ik had eerder daarover dat als ik met mijn kinderen in de supermarkt sta en ik vraag ze wat wil je, dan weten ze ook als ze dat zeggen dat ze krijgen. Dus als ik krijg te horen wat willen jullie en ik ga zeggen en het blijkt een wens te zijn. En dan heb ik zoiets van waarom wordt die vraag gesteld als er überhaupt geen actie voor. Ja, helder. Dankjewel. Hey, en jij hebt afgelopen woensdag dus een groot protest georganiseerd in Amsterdam-Zuidoost. 11.000 mensen waren daar. Echt supermooi. Vond je het spannend om dat te organiseren? Ja, allereerst, we zijn op heel veel plekken demo's aan het organiseren of ondersteunen.
Belma is natuurlijk speciaal. Ik woon daar en ik ben daar opgegroeid. Ik ben hier opgegroeid, moet ik zeggen dan. En voor mij is, je wist, als we kijken naar Nederland en we hebben over Black Lives Matter, dan de Belma is het eerste wat bij je opkomt. Omdat alles wat men in Amerika op macroniveau meemaakt, maken wij op microniveau hier mee. Dus voor ons was het heel een bijzonder moment om de bewoners te laten zien afgelopen jaren wat we hebben gedaan en dat we niet weg waren, want ik was mee in het land bezig. Maar dat we ten alle tijde wat we elders doen ten goede komt voor de buurt. Dus het was heel mooi. Veel mensen zijn zelfs mensen die roepen van dit moeten we iedere maand doen. Ik denk het is geen festival of feest of zo. We moeten gewoon... Je moet niet willen protesteren. Je moet, ik heb helemaal geen zin om te protesteren. Maar als het moet, en dan probeer je wel goed te doen. Ja, en heb je het ook zo ervaren dat het goed is gegaan? En dat het je een signaal af hebt kunnen geven? Ja, ik denk dat ik begin om me heen te merken als ik hier op straat loop en zo, dat mensen wel heel erg mee bezig zijn. En dat mensen eindelijk de durf krijgen om... om zich te uiten, om over de eigen ervaringen te delen. En ik hoop dat we hierdoor meer mensen kunnen inspireren, omdat je ziet hoe meer verhalen naar buiten komen, hoe meer druk we kunnen zetten op de mensen die op de juiste positie zitten om aan de knoppen te draaien. Ja, en iemand die in Zuidoost aan de knoppen draait is Tanja. Tanja, zou je misschien even de microfoon aan willen zetten? Ja, wat ik mij afvraag is, ja, er was dus een supergrote opkomst van 11.000 mensen. Laat dat volgens jou ook zien dat er dus een groot probleem is? Ook specifiek in het stadsdeel Zuidoost. Hallo, goedenavond. Ja, ik hoor je, hoi. Ik was even heel zenuwachtig op dat knopje aan het drukken. Je hebt het zo mooi over knopjes en dat ene knopje om de microfoon aan te maken, die lukte dan niet. Beetje vervelend. Maar ik was met ontzettend veel trots aan het luisteren naar Jerry. Jerry die woont natuurlijk gewoon in ons stadsdeel, ons mooie stadsdeel Amsterdam Zuidoost. En ik moet zeggen, ik heb met heel veel ontroering ook eigenlijk gekeken naar wat er gebeurde in dat stadsdeel. Jij hebt het over 11.000 mensen. We hebben in totaal meer dan 13.000 mensen daar gehad. We hadden 11.500 gele stippen gemaakt van 1,5 meter afstand dat mensen konden staan. Die waren helemaal vol en er waren dus nog meer mensen eromheen. En waarom die ontroering? Die ontroering, omdat je ziet dat we op dit moment in Amsterdam Zuidoost, in Amsterdam en in heel Nederland een ander verhaal aan het vertellen zijn. Jerry zegt het al heel mooi, hè, van welk verhaal vertellen we eigenlijk met elkaar? Het is een nieuw verhaal voor heel veel mensen en tegelijkertijd voor mensen als Jerry en al die mensen die al veel langer dan ik mocht dromen op podia staan. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk, Lodewijk zei in het begin ook, wat moeten wij als politiek doen? Voor mijzelf betekent het dat we wel in oprechtheid gaan kijken naar al die mensen die al heel lang hiermee bezig zijn geweest. En dat we als politiek, dus ikzelf, laat ik het bij mezelf houden, ik ga op geen enkele manier doen alsof dit van mij komt. Het is van mensen zoals Jerry en al die anderen die dit aanhangig hebben gemaakt. En ik zou het heel mooi vinden en het zou ons ook heel erg sieren als wij aan dit proces dienend zijn als politiek. Dienend aan de schreeuw, om al hele lange schreeuw, al jarenlange schreeuw die mensen hebben aangegeven, ook aan mij. Van er zijn dingen scheef. Ook in Nederland zijn er dingen scheef. Is er ongelijkwaardigheid? Hebben we nog steeds geen gelijke toegang tot onderwijs, tot werk, tot stages, tot wonen? En zij hebben het zo goed aanhangig gemaakt. Maar wat mij ontroerde, was dat op dat park in Amsterdam Zuidoost, in het Nelson Mandela Park, stonden alle soort mensen. Wit, bruin, zwart, geel, groen. Iedereen stond daar. Jong, oud, valide, minder valide, homo, hetero. Alles stond daar. Dus wat ik daar mooi aan vond, dat ik ernaar keek en dat ik dacht, hey, maar Jerry en al die mensen die al heel lang deze agenda zetten, zijn niet meer alleen. We zijn met heel veel. Ja. Ja, dankjewel Tanja. Ik herken dat heel erg. Ik had dezelfde ervaring op het Malieveld in Den Haag, inderdaad. Dat ik ook dacht van, wow, dit, volgens mij heb ik nooit eerder meegemaakt dat zoveel mensen, zoveel verschillende mensen zich zo actief uitspreken tegen racisme. En dat vond ik heel erg mooi. En ik vraag me ook af hoe die ervaring in Rotterdam is geweest. En daarvoor gaan we naar Ahmed Abutaleb. Als jij ook even je microfoon aan wil zetten, Ahmed. Ja, is dat aan.
Ja, ik zeg trouwens gewoon je en jij tegen iedereen. Ja, ik hoop dat dat goed is. Ahmed, hoe zijn de afgelopen weken in Rotterdam geweest? Hoe is dit voor jou als burgemeester, maar ook als gewoon mens, als mens? Nou, racisme is in Rotterdam niet een ander onderwerp dan in Amsterdam of in Heerlen. Dat is overal eigenlijk van dezelfde laken een pak. Wij hebben in Rotterdam, ik denk een jaar of 3 geleden, besloten een rapport te maken. Om te kijken hoe het zit eigenlijk met het vertrouwen van migranten in zijn algemeenheid in de politie. En dat rapport gaf eigenlijk wel een heel goed cijfer voor de politie, namelijk 80% vertrouwde de politie. Maar als je ging inzoomen op de resterende 20%, dan kwam er eigenlijk een vrij schrikbarend beeld naar boven. Dat waren voor een groot deel de gekleurde mensen, migranten in zijn algemeenheid. En dat vertrouwen lag soms in bepaalde wijken rond 30%. Dat is erg laag. Dat was voor mij aanleiding om te zeggen, daar ga ik wat mee doen. We doen nu al een jaar of anderhalf, doen wij hele diepe sessies in de wijken met veel allochtone jongeren en de politie. De wijkpolitie wil te verstaan. Goed bezochte bijeenkomsten waar we zware discussies voeren. Ik leid die bijeenkomsten ook zelf. Inmiddels hebben we er heel veel van gehad. En dan zie je dat het thema racisme eigenlijk door niemand wordt aangezwengeld. Nog door de aanwezige gasten, nog door de politie zelf. Dat is een heet hangijzer. Ik begin er op een gegeven moment zelf over door aan de politie mensen te vragen. Nooit zo direct. Je zegt ook niet van ben je racist? Nee, maar heb je racistische collega's bij het korps? Dan begint een ongemakkelijk gesprek. Dan zie je op een gegeven moment dat ze zeggen, ja, ik sluit het niet uit. Maar weet je, ik denk het wel. Aan het gedrag van mensen te zien, denk ik van wel. En dan ga je wat meer dieper in op de definitie van wat racisme is. Dat het niet alleen maar een gedragskwestie is, maar dat het ook een overtuiging is. Dat iemand denkt, op grond van wat ik ben, vind ik dat anderen minder zijn dan wat ik ben. Niet omdat je beter presteert, maar simpelweg omdat je kleurstelling een andere is. En ik vind het een boeiende sessie die we nu al een langere tijd doen. Ik wil nu verder eigenlijk gaan meten met de komende jaren. Het is ook een gesprek waar ik met de korpschef nationaal heb gehad. Om niet alleen te kijken naar Rotterdam, maar ook nationaal. De bejegening door de politie ook te meten. En daaronder de twee variabelen, racisme en discriminatie, ook periodiek te meten. Zodat daar een gesprek over ook mogelijk is. Afgelopen jaren hebben we dat ook geprobeerd te vertalen naar het personeelsbeleid bijvoorbeeld. We hebben een van die talentengroepen die we aannemen. Per jaar 3-4 groepen van 40, 50 jonge mensen, net afgestudeerd. En ik ontvang die mensen dan ook zelf als ze de eerste keer het stadhuis binnentreden. En een jaar of 5-6 geleden beviel mij dat niet. Omdat de kleurstelling was niet representatief voor de universiteiten, de hogescholen in Rotterdam. En dan zie je dat als je aan die knop gaat draaien, dan verandert dat wel degelijk iets. We hebben het ook inmiddels verbreed naar MBO en dan zie je inmiddels dat die groep wel degelijk een representant is van Rotterdam. Met andere woorden, Afri heeft gelijk. Er is politiek iets aan te doen. Je moet aan de juiste knoppen draaien en dat moet je op het juiste moment doen. De demonstratie van de afgelopen keer in Rotterdam vond ik indrukwekkend. Zoals die heb ik eigenlijk in Rotterdam nog niet eerder meegemaakt op die manier. Ook met zoals grote demonstraties die we meemaken, bijvoorbeeld recent van docenten. Dat zijn er meestal passanten die dan over de brug passeren. Maar als je stationeren zo'n grote groep bij elkaar hebt, dat is werkelijk een indrukwekkend geluid. En daarom daar heb ik zelf een beetje aan bijgedragen afgelopen donderdag de raad, in plaats van met mij te discussiëren over de vormgeving van de demonstratie, inhoudelijk gedebatteerd over wat gaan we eigenlijk doen met het geluid. En aanstaande donderdag verwacht ik dat er moties in de gemeenteraad zullen worden aangenomen. Dat ik verwacht dat ook voor het eerst waarschijnlijk ook samenwerkende moties zullen zijn tussen links en rechts. Die ervoor gaan zorgen dat er ook eigenlijk iets gaat veranderen. En we staan nu aan het begin van het maken van de begroting. Volgende week bespreken wij ook de voorjaarsnota. En dat is nu keuzes maken. Als je als politiek, en dat weten we allemaal, iets belangrijk vindt, dan doe je er twee dingen. Je besteedt er aandacht aan, je trekt er geld voor uit. Dat zijn de variabelen die je kunt gebruiken. En ik hoop en verwacht dat dat in Rotterdam werkelijk gaat gebeuren. We zijn al lang niet, maar het geluid is mooi. En waar ik wel heel blij mee ben, is dat de slavernijgedenken, die we al langere tijd in Rotterdam hebben, dat ik die een jaar of 4 geleden heb verheven tot de stadsherdenking. Dat heeft dezelfde structuur als 4 mei herdenking. Dat betekent, wij organiseren het zelf.
We nemen ook de kosten daarvan ook zelf. En ik ben er als burgemeester daarbij in ambtsketen. En waarmee het ook verheven is tot een stadsherdenking, waarbij we het heel belangrijk vinden dat iedereen daar ook een bijdrage kan leveren. En ik verwacht dit jaar, want dat zal zijn ook in deze maand, dat ook een bijzonder hoge opkomst maken. En ook een zorgen over de vraag of die locatie waar dat beeld staat nu al die mensen kan herbergen. Wel geschikt is. Ja, dankjewel Ahmed. Ik kom zo nog weer even bij je terug. We hebben nu een hoop mooie voorbeelden gehoord uit Rotterdam en uit Amsterdam. Maar ik ga nog even terug naar Nelleke. Als je je microfoon even aan wil zetten. Want jij wilde dit gesprek graag organiseren. Om het dus inderdaad te hebben over ja, wat gebeurt er lokaal. Wat gebeurt er landelijk. Wat moet er nog gebeuren. Waarom vind je het zo belangrijk? Ja, Mikael. Eerlijk gezegd was het, ik heb het even teruggekeken, 31 mei dat jij en ik via app contact met elkaar hadden over de demonstraties in Amerika. We hadden ons daarover geuit en wat het met ons deed. En jij zei tegen mij, het raakt zo ontzettend veel mensen. En we moeten onze ervaringen met elkaar gaan delen, we moeten emoties gaan delen. Maar we moeten ook plannen maken, zodat we ons nooit meer alleen voelen staan in eigenlijk heel eenzaam gevecht tegen racisme. En dat raakte me heel erg. Ik heb in de afgelopen weken met zoveel mensen gesproken die me allemaal één voor één geraakt hebben. Ik vind dat we moeten luisteren. Ik vind dat Jerry een hele terechte oproep doet. Geen brainstorm zonder notulen. Ik schrijf mee vanavond. En ik vind dat Tanja ook heel mooi zei. We moeten dienstbaar zijn. En dat leidt tot een actieprogramma waarin we van elkaar leren en de verandering in beweging brengen. Dat is heel belangrijk. Maar wel met elkaar een heel erg in de luisterende stand om tot ons diepste door te laten dringen wat het betekent in het leven van mensen. Ja, en dankjewel Nelleke. Amma, die is er ook. Ik hoor nog niks. Nu wel. Dag Mikael, ja. Dag iedereen. Fijn dat je er bent, Alma. Hoi. Hoe waren de afgelopen weken voor jou? Want ik heb je echt heel veel teruggezien in allerlei media. Overal je verhaal doen, hartstikke goed. Maar hoe beleef je dat? Hoe is dat voor jou? De afgelopen weken waren voor mij ontzettend heftig. Heftig omdat datgene wat de aanleiding is geweest, mensonterend is, mensonwaardig. Dan heb ik het over de moord op George Floyd in de Verenigde Staten, wat overgewaaid is. Of overgewaaid is een slecht woord, maar wat hier in Nederland heel veel in beweging heeft gebracht. En wat mij opvalt is dat de discussie eigenlijk nu in het openbaar wordt gevoerd. Hè? Dus daar waar ik en samen met mij heel veel mensen al jarenlang bezig zijn om racisme in Nederland aan te kaarten. Dat varieert van alledaags racisme tot en met racisme in het onderwijs. We kennen allemaal wel iemand die een CITO-toetsuitslag had, maar uiteindelijk toch van een goedbedoelende leerkracht te horen kreeg, toch maar een toontje lager te zingen vanwege de achtergrond. Tot en met op de arbeidsmarkt, in instituties onlangs nog. Het raakt mij enorm, omdat het zichtbaar wordt dat het niet een incident is. En dat het niet bij één persoon is. En wat ik ook verder heel bijzonder vind, is dat als je naar de demonstraties kijkt, het nu gedeeld wordt door iedereen. Hè? Dat zei Tanja ook al. Jong en oud, zwart en wit, valide, minder valide. Het raakt iedereen. En dat is ontzettend ontroerend. Het is ook hoopvol. Je voelt je niet langer alleen en eenzaam. En ik zie steeds meer mensen om me heen. Ook bekende mensen. Die eindelijk na zoveel jaren durven te praten over hun ervaring. Wat het met ze doet. Hoopvol, optimistisch. Maar ik zeg net als Jerry. En een beetje als Ahmed hè, in zijn stad. Niet lullen, maar poetsen. Dus aan de slag. En aan het werk. Want het raakt mensen. En het raakt de hele samenleving. Ja. Dankjewel, Anna. Ik wilde even naar de huiskamer. Want er zijn een hoop mensen die gereageerd hebben op de uitnodiging voor vanavond. En een aantal mensen gaan we zo ook naartoe. Maar we hadden niet voor iedereen de ruimte. Dus ik wil nu gewoon even kijken of er iemand is in deze Google Hangout die
even iets wil zeggen. Naar aanleiding van wat er net allemaal verteld is. Of een eigen ervaring wil delen. Het kan ook zo nog hoor. Dus als je niet... als het liever straks is dan... ik zie daar iemand. Jamal Malik. Even kijken. Ik ga daar proberen je microfoon... Julian, wil jij de microfoon van Jamal aanzetten? Ja, dat moet Jamal zelf doen. Links onderin. Jamal, je moet even je microfoon aanzetten. Ja, okay, horen je. Ja. Ah, dat is mooi. Mijn naam is Jamal Malik en goedenavond allemaal. Ik heb nooit met de demonstratie meegedaan. Het was voor mij de eerste keer in Amsterdam. De reden is eigenlijk, ik voelde gewoon echt de manier hoe George is overleden echt op mijn nek. Waarom? De reden is dit. Want het voelt dat iedere keer, het komt alleen maar dichterbij, de frustratie van vroeger, die komt gewoon echt als een... Ja, jij voelt het gewoon heel belevenis van al die discriminaties. Bijvoorbeeld, toen ik begon als een productiemedewerker, ik mag in een bepaalde afdeling daar in Twente, waar ik werkte toen in die tijd. Dus ik moet van automontuur af na een jaar. Waarom? Omdat ik weet, ja, als ik nu een baan kan vinden, dan het is moeilijk voor mij. Oké, een baan te vinden was ook moeilijk, omdat puur omdat ik zie anders dan de rest. Want ik ging naar een garage waar ik stage heb gelopen. Die baas wilde mij houden, want ik werkte daar zaterdag ook. Dus, maar de chef wil niet. Die zegt gewoon letterlijk, nee, wij willen liever gewoon een blank jongen. Gewoon vanaf de dorp. Die zegt ook letterlijk in mijn ogen. Dus ja, dan voel je gewoon echt anders. Want ik heb nooit iemand fout gedaan. Ik heb mijn werk gewoon goed verricht en alles was goed gegaan. En daarna, als je dat hoort, dan direct jou. Dus ik ging terug naar school. Ik zeg, jongens, ik kan geen baan vinden. Dus mag ik verder met mijn studie? Nee, jij bent al 19, dus jij moet echt een baan vinden. Dus elke garage dat ik langs ging, ze zoeken iemand. Maar als ik naartoe ga, zeggen ze, nou, eigenlijk, wij zoeken iemand, maar op die moment niet. Dus direct jou, dus toen de school besloten, direct toen zei tegen mij, weet je wat, jij bent twee keer handicapt. En jij bent een donker, jij bent een 20, jij komt beter naar Amsterdam. Dus ik ben op die manier gewoon echt weg uit Oldenzaal, waar ik toen woonde. Ik ging niet meer naar Amsterdam, maar ik ging in een kipfabriek werken. En daar, ik mag ook naar de bepaalde afdeling niet. Omdat ik was gewoon gelijk gewassen. Hey, als jij daarheen gaat, dan dus word je gewoon ontslagen. Waarom? Omdat daar wilde de baas, de mensen die zoals ik eruit zien, letterlijk niet hebben. Dat is gewoon duidelijk. Tweede, ja. Toen ik ging in andere, bijvoorbeeld ik ging naar een uitzendbureau, mijn cv wordt gedumpt. Waarom? Ze zeggen, jij bent een illegaal. En vreemdelingpolis wordt op mij gebeld, die komt, die controleert mijn documenten, die zegt, oké, werk ze jongen. Dit zijn dingen wat jij meemaakt en die groeit. Ga je naar de school om verder te studeren, kom jij nog in een andere blokkade. Waarom? Omdat dan om baan te vinden is moeilijk. Eerst zoek je gewoon productie en magazijn medewerker. Daarna, als je hoog opgeleid bent, dan vind jij niet meer een baan. Waarom? Omdat ze zoeken gewoon een manier om jou uit te sluiten. Er zijn genoeg bedrijven. Dankjewel, Jamal. En mama is studie. Ja. Ja. Dankjewel. Sorry, ik moet het een beetje kort houden, want we hebben heel veel te bespreken. En ik wil even aan Lodewijk vragen om te reageren op jouw verhaal over discriminatie op de arbeidsmarkt. Want ja, Lodewijk, je ziet dus, het raakt mensen heel persoonlijk. Zo'n ervaring als die Jamal net deelde, hebben heel veel mensen. Allereerst wil ik je natuurlijk vragen om te reageren op de ervaring van Jamal, maar hebben de afgelopen weken ook iets in jou veranderd, wat dat betreft? Nou, op het eerste, dit is een afschuwelijk als je dat overkomt. Dus als je staat te trappelen om te gaan werken, om je dromen waar te maken, een bijdrage te leveren. En dat wordt je niet vergund om wie je bent of om wat mensen denken dat je bent. Dat is helaas niet nieuw. Ik heb heel veel, ook jongeren gesproken, die dat persoonlijk is overkomen. En ik denk wat mij vooral deze week heeft geraakt, en het zat ook een beetje in het verhaal van Tanja en van Ahmed,
is dat ik ook een hele nieuwe generatie zie opstaan. Die zeggen, wij willen dit, wij willen niet zo met elkaar samenleven. En dus we weten dat dit gebeurt. We weten eigenlijk ook al lang dat we het moeten bestrijden. Maar dit geluid is nu zo sterk dat het ook wel een kans biedt om toch ook het wegkijken en het schouder ophalen om daar wat aan te doen. Want discriminatie kan bestaan doordat mensen dat doen. Maar het kan alleen voortbestaan doordat anderen dan hun schouders ophalen, doorlopen en het negeren. Ik denk dat, wat ik hoop is dat deze bijzondere weken met al het verdriet, maar ook met alle trots, dat die daar wat aan kunnen doen. Ja, dankjewel Lodewijk. Jerry, deel jij deze, deze observatie van Lodewijk? Dat er ook wel reden is om naast alle verdriet en pijn hoopvol te zijn dat er een nieuwe generatie opstaat? Je moet even je microfoon aanzetten, Jerry. Oh ja, hij is werk. Ja. Ik ben, daarvoor doen we het. Wij hebben niet de stok kunnen, we hebben de stokje niet over handen gekregen van de vorige generatie. Waardoor wij eigenlijk van scratch moeten beginnen om dit te doen wat we aan het doen zijn. En daarin hebben wij altijd het gevoel, wij gevieren wel dingen. En wij houden dingen bij en andere dingen, zodat voor de volgende generatie dat ze niet opnieuw hoeft te doen. En daarnaast ben je strijdbaar dat zij niet hetzelfde hoeft te doen of op dezelfde manier mee te maken. Ik ben niet van mening dat wij de komende 300 jaar van racisme af gaan komen. Maar ik ben wel van mening dat wij het kunnen tijdig denormaliseren. Zodat mensen gewoon 2 keer, 3 keer nadenken voordat zij racistisch gaan zijn. En dat is nu vanzelfsprekend. Dus ik denk dat de volgende generatie, we zijn 2/3 van die demo's gaat via ons. En wij ondersteunen dat of wij organiseren dat. Maar er zijn bijvoorbeeld een stuk of 4 leerlingen, tieners, hebben mij toen benaderd. Ik dacht ze waren 17, 18, 19. Maar later belde mijn team op van, want ik dan zorg ik ervoor dat mensen ze bijstaan, zodat die demo goed wordt georganiseerd. Dan bellen ze me af van, Jerry, weet je wie je ons hebt gestuurd? Ze zijn 14 en 15. Weet je, ik zeg, dat is nog beter. Zo jong en nieuw af hebben ze dat intense gevoel dat het anders kan. En zij geven me juist hoop. En dat hebben we altijd daarna zitten streven, dat we ze kunnen bereiken. En als zij nu al oppakken, en dan gaat het mooi zijn. En ik wil iets zeggen daarover, over de jeugd die nu aan het opstaan zijn. Dat komt niet uit de lucht vallen. Wij zijn afgelopen 10 jaar onafgebroken, hebben campagne gevoerd. En wij hebben gestaan waar wij werden geslagen, we werden dingen in cel gestopt, alles en zo. Maar we bleven strijdbaar. Er zijn heel veel van die jongeren die nu op straat zijn, die waren toen 11, 9. Ze waren toen 14. In hun hele groei, toen ze de wereld begonnen te zien, hebben zij ons gezien. Strijdbare mensen die, ongeacht wat op ons afkwamen, we gingen ervoor. En nu zijn ze 22, 23. Zij kennen niet anders dat ze voor hun rechten moeten opkomen. En dat zijn de kinderen die wij wel mede hebben opgevoed, zodat zij nu weten van, ik moet protesteren. Ik moet voor mijn rechten opkomen. En dat van de anderen. Ja, dankjewel Jerry. Anna, ik volg jou altijd op de social media en zo. En dan zie ik altijd hele mooie verhalen over je prachtige dochters. Herken jij dit, wat Jerry vertelt? Je moet even je microfoon aanzetten, Anna. Ja, absoluut herken ik wat Jerry zegt. En het is best wel... het is best wel een bittere pil. Omdat ieder ouder heeft een bepaald ideaal, hè, dat datgene wat jij meemaakt aan ellende, dat het jouw kinderen bespaard blijft. Dat is de wens van een ieder ander. Dus ook voor mij als moeder, hè, ik had een droom. Ik werd opgevoed door mijn ouders met de bekende leuze, gezegde van je moet 2 keer zo hard werken, want je bent zwart en je bent vrouw. En ik had stiekem wel gehoopt dat ik dat niet aan mijn kinderen hoefde te zeggen. En ik heb heel hard op mijn tong moeten bijten ook om dat niet te willen zeggen. Omdat daarin ook een bepaald soort acceptatie kan gaan schuilen dat het klopt, hè, wat er gezegd wordt. Terwijl het is gewoon klinkklare onzin. Iedereen moet zijn best doen.
Dat is uiteindelijk goed voor ons allemaal. En niemand hoeft harder te werken omdat hij anders is dan een ander. En ik merk nu ik moeder ben en mijn kinderen steeds ouder worden. Ze zijn nu 11 en 13. Ik merk gewoon dat ik die droom niet heb kunnen waarmaken. En dat doet me wel eens pijn. En ik schrijf daarover. Ik ben heel lang geleden ook begonnen met schrijven. Met het delen van mijn pijn en mijn verdriet. En soms ook wel de mooie dingen die er gebeuren. Omdat ik het van me af moest schrijven. Ik wist gewoon niet wat ik ermee moest. En ja, mijn kinderen maken dat ook mee. Maar ik zie wel, mijn dochter zei laatst nog tegen mij. Dat is zo gaaf, die van 13. Die zei, mam, wij gaan het veel beter doen dan jullie. Want wij zijn gewoon veel beter gewend om met elkaar om te gaan. En dat vond ik zo mooi. En ze zei ook van, ja, en ik schrijf gewoon geschiedenis. Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn generatie gaat gewoon geschiedenis schrijven. En dat is ook wel weer de hoop van iedere jonge generatie. Ja, wat ook gewoon heel mooi is om mee te maken. Maar ik denk, en ik geef Jerry gelijk, racisme was er gisteren. Het is er vandaag, het zal er morgen zijn. Maar desalniettemin vind ik wel dat het ons niet ontslaat om vandaag keihard ons best te doen. Om te zorgen dat het vermindert. En dat we gewoon een net iets mooier stukje aarde overlaten aan onze kinderen. Ja, dankjewel Anna. Dat brengt mij bij het volgende blok eigenlijk in dit huiskamergesprek. Wat kunnen we nou doen als politiek en als samenleving, als PvdA, als Kamerleden, raadsleden, om racisme de wereld uit te helpen? En ook al lukt dat niet morgen, misschien lukt het wel overmorgen. De vraag is, ja, deze beweging is supermooi, super hoopvol, maar hoe zorg je ervoor dat Black Lives Matter echt meer wordt dan een hashtag en dat het blijft in de samenleving? Ik wil eerst even naar de lokale mensen die vanavond bij ons zijn. Dus Tanja, als jij kijkt naar jouw stadsdeel, Zuidoost, wat denk je dan dat er nodig is om racisme en discriminatie daar tegen te gaan? Nou ja, kijk, het spannend is, ik heb dit gesprek gevoerd met een aantal mensen uit het stadsdeel zelf. Hè, heel veel jonge mensen die stonden op het park daar in Nelson Mandela Park. En wat zij zeggen, het is heel simpel. Je hoeft er helemaal niet zo moeilijk over te doen. Waar het om gaat is, wie heeft a seat at the table, uiteindelijk. Want we kunnen allerlei mooie plannen met elkaar gaan opstellen. Maar het gaat er echt om, als mijn kinderen in Amsterdam Zuidoost naar school gaan, wie staat er voor de klas? En ook wie beslist, wie is de directeur? Maar sterker ook, wie is de bestuurder van die hele onderwijsinstelling? Als ze iets verder wandelen en ze gaan naar al die prachtige bedrijven die daar staan, wie zijn de CEO's van al die bedrijven? Als ze kijken naar het stadsdeelkantoor, wie werkt daar? He, dus de representatie is enorm belangrijk. En daar praten we ook al heel erg lang met elkaar over. En wat nu echt heel veel jonge mensen zeggen is van, maar we willen het nu gewoon wel zien. Wij willen dus, wat er gebeurt is, als we echt verandering willen gaan bewerkstelligen, dan zal ik misschien ook wel mijn stoel nu eens een keertje moeten geven aan een ander. He? En zo zullen we dus met z'n allen ook moeten heel, heel zorgvuldig gaan nadenken wat dit gaat betekenen. Als wij zeggen inderdaad Black Lives Matter, al die mensen die daar staan, they matter, dan betekent dat we echt dingen anders moeten gaan doen. Jerry zei het volgens mij afgelopen woensdag op het podium in Amsterdam Zuidoost. Hij zei, vandaag hebben we geschiedenis geschreven. Vanaf vandaag, dus woensdag, morgen moet het anders zijn. Donderdag moet het anders zijn. Nou, dat ongeduld van Jerry, daar hou ik heel erg van. Ik denk niet dat het donderdag meteen anders is. Maar we moeten wel beginnen vanaf nu, vandaag, dit gesprek met elkaar hebbende, serieus met elkaar nagaan van, maar wat kunnen we daadwerkelijk gaan veranderen? Ik probeer het heel klein te doen in Zuidoost met een heel groot plan wat we nu aan het maken zijn om Zuidoost mooier te maken, beter te maken, is een 20-jarig plan. Maar ik ben direct na die prachtige manifestatie dat plan weer gaan herlezen. En ik dacht, hey, wacht even, maar zijn de bewoners wel echt aan zet? Zijn de mensen echt aan zet? Of heb ik zelf ook aan mijn eigen tafel toch weer de usual suspects geplaatst? En to be honest, dat was wel het geval. Dus zo, ik denk dat we zo praktisch moeten gaan kijken, ook echt naar ons eigen handelen. Als we met elkaar hier zo ontzettend lief praten, hè, van we moeten het ook anders gaan doen als politieke partij, dan betekent het dat de oproep die heel veel mensen doen over onze eigen lijsten, de oproep die we doen over onze selectiecommissies, de oproepen die we doen over alles waar besluiten worden genomen, want het
adagium van misschien zijn sommige mensen nog niet of onvoldoende geschoold. Misschien zijn sommige mensen nog niet of onvoldoende gekwalificeerd. Dat is natuurlijk allemaal smoesjes, hè? Want er zijn heel, kijk naar jezelf, je zit zo stralend daar en toptalent van de PvdA. Maar zo hebben we er heel veel. We hebben heel veel geweldige mensen in onze partij die ook gewoon op plekken kunnen gaan staan en die plekken kunnen gaan innemen. Daar kunnen we trots op zijn en dat moeten we ook maar gewoon gaan doen. Dus we moeten niet te veel meer praten, maar gewoon laten we die stoelen aan tafel, laten we die ook eens even innemen door anderen dan we nu aan de tafels hebben geplaatst. Het is eigenlijk heel simpel. Dankjewel, Tanja. We gaan toch nog even een half uurtje praten, dus we zijn nog niet helemaal klaar met praten. Ik kan nog uren met je praten, hoor. Oké. Gelukkig. Ik wilde even naar Ahmed. Herken jij wat Tanja zegt? Dus het gaat ook om een stoel aan tafel hebben en mee kunnen beslissen over je stad, je land, de samenleving. Dat ligt een stuk gecompliceerder, maar laat ik even beginnen met te zeggen dat... Soms helpt het ook om symbolen te hebben. Ik herinner mij een jaar of twee geleden, toen riep ik de Nederlandse regering op om excuses te maken voor de slavernij. Lodewijk Asscher, toen hij nog verantwoordelijk minister was, kwam niet verder dan spijt. Prima, maar ik zou zeggen, het is nu ook voortschrijdend inzicht. Ik zou Lodewijk ook willen oproepen om, als het kabinet dat niet doet, om dat als Partij van de Arbeid eenzijdig te doen. En wat mij betreft zijn we daar eigenlijk nu wel klaar voor. Maar ik mag hopen dat de voorzichtige stappen die Mark Rutte nu aan het zetten is, hem nu ook gaat bewegen tot formele excuses namens de staat. Waarmee overigens geen enkele Nederlander individueel wordt opgezadeld met een individuele verantwoordelijkheid voor wat er in het verleden is gebeurd. Ik denk dat we daar ook helder in zouden moeten zijn. De analogie van wat we gedaan hebben met India, met Nederlands-Indië, is denk ik nu wel tijd om dat zo te zeggen. Het is misschien goed dat Lodewijk daar eens over nadenkt, of dat vanuit de Partij van de Arbeid toch niet, als het kabinet dat niet doet, om dan vanuit de Partij van de Arbeid eenzijdig zoiets te willen opzetten. Waarmee ook de Partij van de Arbeid niet ook in zijn eentje een verantwoordelijkheid op zijn nek neemt, maar in de symboliek. Twee, als de Nederlandse staat dit stap zet, zodat de betreffende gemeenschap, de nazaten van de slaven, enorm sieren, om dan ook aan te geven dat zo'n excuses ook niet inhoudt dat aan het begin is van een juridische strijd over welke zaken die gekoppeld zijn aan zo'n begrip excuses. Want dat is natuurlijk een belangrijke reden waarom ook de staat er heel heftig voor is. Tegelijkertijd zou ik het geweldig vinden als, en daar heb ik zelf toen ik wethouder was in Amsterdam hele goede ervaring mee gehad, als de Nederlandse staat dan een soort nationaal museum, slavernijmuseum, zou willen introduceren. Niet een achteraf dingetje, een gebouwtje ergens op een hoekje. Nee, maar een volwaardig mooi slavernijmuseum waarin de zwarte bladzijde van de Nederlandse geschiedenis goed tot uitdrukking komt. En waar het ook voor kinderen goed is om naartoe te gaan. En niet alleen, ik zit hier nu even Buma, niet alleen naar het Rijksmuseum voor cultureel erfgoed, maar ook dat je naar zo'n slavernijmuseum. Ik vind dat een drieluik. Excuses, het aanvaarden van excuses door de nazaten van een slavernij en een genoegdoening in de vorm van een fatsoenlijk museum in Nederland. Daar hoort overigens bij dat dat niet het einde is, maar het begin van goed beleid die je met elkaar zou kunnen opzetten voor de komende periode, waarbij natuurlijk ook lokaal heel veel te doen is. Daarbij gaat het over het opnieuw tegen het licht houden van de manier waarop wij personeelsbeleid voeren bij de overheid. Het is wel zo dat mensen die andere mensen werven, dat is gebleken uit allerlei onderzoek, gewoon naar een kopie van zichzelf zoeken. En als je niet als zwarte man of vrouw op de stoel zit, dan werf je dus niet iemand die niet op je lijkt, dan zoek je naar iemand die op je lijkt. Het bekende zinnetje in wervingsadvertenties waarin staat, we zoeken iemand die in het team past, is fnuikend. Want dan betekent dat je eigenlijk zoekt naar iemand die lijkt op het team. En het team is niet zwart, het team is ook niet meestal gemengd, het team is meestal wit. En dat betekent dat er in het aannamebeleid gewoon uitsluitingsmechanismen zitten die we niet altijd onderkennen. Het is overigens niet altijd bewust, maar soms onderkennen we dat gewoon niet. En ik denk dat het goed is dat we daar ook met dat personeelsbeleid ook bewust omgaan. Bij ons in Rotterdam, hier staat ook een opdracht aan de gemeentesecretaris.
We hebben een fantastische vrouw gehad. Zelf overigens ook een donkere vrouw. Die is nu PSG op het ministerie van VWS. Ik gun haar die plek. Zij is ons helaas verlaten. Die deed bij ons personeelsbeleid. En die was bijzonder keen op dit soort uitsluitingsmechanismes. Die niet expliciet geformuleerd zijn, maar die daar wel aanwezig zijn, latent aanwezig zijn in het personeelsbeleid. Maar het geldt ook voor de manier waarop politiebeleid in Nederland gevoerd wordt. De manier waarop wij met een aantal aspecten in het veiligheidsdomein omgaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te doen. Ik heb zelf nu als ten einde raad, als burgemeester van Rotterdam, tegen de nationale korpschef, de heer Van Essen, gezegd, mag ik je helpen bij het aannemen van personeel bij de politie? Omdat het mij en niet snel genoeg gaat en bovendien niet voldoende gemixt is. De Rotterdamse politie is voor ongeveer 18% gemengd. Wij willen eigenlijk heel snel naar 35%. Dat vinden wij dan een goed representatief cijfer, maar dat gaat mij niet snel. En met de oprichting van de nationale politie is die verantwoordelijkheid niet meer bij mij, maar die ligt bij de nationale korpsleiding. Ik ga ophouden, want ik zie dat je ongeduldig bent. Nee, ik ben niet ongeduldig, maar we hebben niet zoveel tijd. Dus ik moet ook... Er is ongelooflijk veel te doen, wat echt binnen handbereik is. Wat ik vertel is geen illusiepolitiek. Dat zijn dingen die gewoon te doen zijn en die binnen handbereik te doen zijn, als mensen bereid zijn aan die knoppen te draaien in de goede richting. Ja, dankjewel Ahmed. Volgens mij inderdaad een hoop concrete dingen die je kunt doen vanuit de politiek. Lodewijk, wil jij daar eens even op reageren? Want ja, Ahmed riep jou ook op van, hè, pleit nou eens voor die excuses voor het Nederlandse slavernijverleden, een museum. Hoe kijk jij er tegenaan? Dankjewel. Ik denk dat het een mooie, rijke mand met ideeën en voorstellen is. Eerst even wat Tanja zegt, is denk ik helemaal waar. Daar moet misschien straks Nelleke ook wat over zeggen, maar we moeten ook laten zien hoe rijk we zijn als partij. En dat kan veel meer dan nu. Dus gewoon, er kwamen weer Kamerverkiezingen aan, dus dan wil ik dat gewoon dat we dat met trots uitdragen. Ahmed heeft gelijk, symbolen zijn belangrijk. Dus ik ben het er eerlijk gezegd behoorlijk mee eens. Zowel met het punt dat je goed aandacht besteedt aan die zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. En dat je dus ook dat op een iconische plek laat zien. Zodat mensen ook dat verhaal kunnen beleven, kunnen vertellen en kunnen voelen in een museum, lijkt me heel goed. En ook met die excuses ben ik het heel erg eens. Destijds, maar zo weer poos geleden, was het een doorbraak om die diepe spijt en berouw te noemen. Maar volgens mij zijn we al lang verder dan toen. Dus ik ben het daarmee eens. Misschien toch nog even twee dingen toevoegen, die misschien abstracter zijn, maar waarvan ik hoop dat wij ze kunnen gaan toevoegen vanuit ons niveau in het parlement. Dus ik heb gepleit voor een staatscommissie, die ook, dat is zeg maar het zwaarste soort commissie die je hebt, die gaat kijken naar die vormen van institutioneel racisme, die niet zo evident zijn als in het voorbeeld van de discriminatie op de arbeidsmarkt, maar die erin sluipen. Omdat ik denk dat wil je dat bestrijden, dan zul je daar de beste mensen voor nodig hebben om dat aan te wijzen en advies te geven hoe je dat moet doen. Tweede wat ik heb bepleit is zeggen dat dit moet eigenlijk chefzakje zijn. Het is nu versplinterd over tal van portefeuilles en bewindspersonen, ministers. En dat heeft tot gevolg dat het soms even opflakkert. En we proberen als Partij van de Arbeid dan ook echt aandacht voor te vragen, maar dat dan weer weggaat. Want ik vind dit artikel 1 van onze grondwet, hier moet de premier zich mee bezighouden. En als de huidige premier dat niet doet, dan de volgende premier. En het derde punt, ik denk dat juist als je het hebt over normeren, die aantoonbare discriminatie, als we die op de arbeidsmarkt, maar ook op de woningmarkt zien, daar moet de sanctie gewoon veel, veel zwaarder voor zijn. Dus uitzendbureaus die zich daaraan schuldig maken, moeten van de markt. En woningbemiddelingsbureaus, het is echt een grof schandaal dat gebeurt, die moeten verhinderd worden om daarna nog dat werk te kunnen doen. Die ondernemingen moeten gesloten worden op het moment dat wordt vastgesteld. En ik denk dat naast de symbolen, die essentieel zijn, ook heel erg mee eens dat jezelf herkennen in de politie, in de jeugdzorg, in de mensen die de besturen vormen, een essentieel onderdeel is, moeten we ook normeren en duidelijk maken dat we het niet accepteren. Dus dat zijn toevoegen die op het nationale niveau kunnen worden gedaan. Ja, dankjewel Lodewijk. Iemand in de chat zegt ook, racisme kan meer aandacht krijgen in het onderwijs. Daarvoor wil ik even naar Kirsten. Als je je microfoon even aan wil zetten, Kirsten. Ja, jij... Doe mijn best. Jij gaat horen jullie mij al? Ja, we horen je. Ja, yes,
jij bent hiermee bezig, want jij bent onderwijswoordvoerder in onze fractie. Kan je meer vertellen over wat je nu in het kader van dit onderwerp probeert te doen als het gaat om onderwijs? Ja, zeker. Ik heb vorig jaar een initiatiefnota ingediend die gaat over gelijke kansen in ons onderwijs. En daar zitten ook een paar punten in die gaan over de bestrijding van racisme en discriminatie. Dat begint al bij de schooladviezen. Het ging er net al even over. Onderadvisering is een structureel probleem. Dus ik heb voorstellen gedaan om dat op te lossen. Stagediscriminatie is ook een punt waar Tanja als Kamerlid zich heel hard voor heeft gemaakt. Ik probeer die fakkel over te nemen. En ook in te blijven zetten dat alle mbo-studenten, dat zijn echt de kanjers van onze samenleving, je komt echt schrijnende verhalen tegen, hoe die vastlopen en dan soms ook dreigen uit te vallen uit frustratie. Dat is zonde en ook bovendien verboden, dus ook daar veel aandacht voor. En morgen hebben we een debat over het nieuwe curriculum, een voortzetting van dat debat eigenlijk, dat loopt al een tijd. En morgen ga ik een motie indienen die de minister verzoekt om bij de uitwerking van dat nieuwe curriculum voor het basis- en voortgezet onderwijs ook echt racisme en discriminatie en koloniaal verleden daar heel erg stevig in te verankeren. Want je ziet eigenlijk nu ook, hè, in die hele, ja, de gesprekken die je voert met mensen, dat er ook zoveel gebrek aan kennis is eigenlijk over de gedeelde geschiedenis. En volgens mij is school een hele goede plek om te beginnen om die kennisachterstand in te lopen en te zorgen dat iedereen weet waar onze gedeelde geschiedenis begon. En daar hoort dus ook bij dat je daar op school absoluut aandacht aan besteedt en ook leert over racisme, discriminatie en wereldburgerschap. Dus die motie ga ik morgen indienen. Dus ik hoop heel erg dat hij het gaat halen. Ja, ik hoop het ook. Supermooie motie. Dankjewel, Kirsten. Ik wilde even naar Peggy Burke. Jij bent oud-raadslid. Zou je misschien je microfoon aan willen zetten? Ja, hoe luister jij hier naar, Peggy? Ja, met gemengde gevoelens. Best wel. Want ik vind dat we eigenlijk een beetje verder moeten zijn met dit debat. Want het is niet iets nieuws. Het is iets dat al jaren speelt. Dat het nu op deze manier gevoerd wordt. Dat komt omdat we een hele nieuwe generatie hebben die hier geboren en getogen zijn. En echt zoiets hebben van we pikken het niet langer. Dit is ons land en wij eisen onze plek aan de tafel op. Ik heb ook voor vandaag mijn plek aan deze tafel op moeten eisen. En ik ben blij dat ik erbij ben. Maar ik vind echt dat we een stap verder moeten. En dat kunnen we als PvdA. Want we hebben genoeg mensen binnen die partij van ons die uit die verschillende groepen komen en die precies weten wat daar speelt. Alleen moeten we er goed gebruik van maken en niet op de manier zoals dat in het verleden heel vaak is gebeurd. Ik ben heel erg blij met Kirsten, omdat ik denk dat wat heel erg belangrijk is, is dat we in het onderwijs vooral beginnen, want de jeugd heeft de toekomst. En wat ik denk dat de Partij van de Arbeid absoluut moet gaan doen, is af van dat verschrikkelijke leenstelsel. Want dat leenstelsel voor studie, dat is echt dramatisch voor zwarte kinderen. Voor kinderen die veel minder kansen hebben dan de kinderen die op dit moment studeren. Studeren is nu iets geworden van witte, rijke kinderen. En onze kinderen die krijgen sowieso een lager schooladvies. Dus die hebben een veel langer traject af te leggen. En als je moet lenen om via dat traject op de universiteit terecht te komen, terwijl je in een huishouden hebt gewoond waar er altijd schulden waren en deurwaarders aan de deur stonden, dan ga je dat gewoon niet doen. Dus ik denk dat er heel veel zaken zijn. Ik hoorde Ahmed net praten over een slavernijmuseum. Prachtig. Excuses ook prachtig. Maar laten we het niet laten bij symboolpolitiek. Laten we echt dingen gaan doen die het verschil maken. Want ik hoef geen geld voor het leed dat mijn voorouders is aangedaan. Maar ik wil wel dat er geld wordt gestopt in de toekomst van onze kinderen. Want die hebben net zo goed recht op een plek in deze samenleving. En niemand van de PvdA moet ooit tegen onze kinderen nog durven te zeggen, als het je niet bevalt, rot je maar op. Want ze horen hier thuis, dit is hun land
En hier moeten we hun toekomst bouwen. Oké, dankjewel Peggy. Ik wilde ook nog even naar Jerry, want we hebben dus net allemaal ideeën besproken die je politiek gezien zou kunnen doen. En iemand in de chat zei net, ja, ik hoor niks nieuws. Op zich, ja, ik snap die reactie wel, maar het zijn toch wel belangrijke dingen, denk ik dan, Jerry. Hoe luister jij hiernaar? Je moet je microfoon weer even aanzetten. Yes. Volgens mij hoor je me nu. Ja, zeker. Alles wat gezegd is, zijn heel belangrijke dingen. En vooral, ik kan me helemaal vinden in educatie. Omdat ik denk dat juist als wij, wij hebben over opleiden, zonder kennis, geen macht. En als je... Oh, Jerry, die valt bij mij even weg. Ik weet niet of dat voor de rest ook geldt. Ja, oké, dan ga ik heel even... Oh, ja, ik hoor je weer. Ja, ik hoor je weer. Je viel even weg. Ja, geen mis. Ik zei, ik ben helemaal mee eens, zonder educatie geen macht. En volgens mij was het Frederick Douglass die zei van, als je niet dingen... hij zegt, educated man cannot be enslaved. En ik denk dat het heel belangrijk is als wij hierover willen hebben. Kan je me horen? Ja, ik hoor je. Ja. Okay. Als we hierover willen hebben, kijk, je kan een zwarte persoon op de lijst zetten. Maar waarom zet je die zwarte persoon daar? Zet je die persoon daar omdat je stemmen wil winnen? En dat hebben we in het verleden gezien. Partij van de Arbeid, SP, andere partijen, was gewoon normaal gegaan van zaken. Daarom hebben wij nooit affiniteit gevoeld met die partijen. Omdat we wisten van degene vertegenwoordigen ons niet. Maar tijdens stemmen, dan komen mensen binnen en dan is van, stem op mij. Ik woon hier of ik kom hier vandaan. Maar wij willen, we stemmen niet op mensen zodat ze op bepaalde positie komen. Het gaat over de toekomst van mensen. Dus ik denk dat in de werven moet ook rekening mee houden dat je misschien mondige iemand gaat krijgen die niet altijd met je eens gaat zijn. Omdat het systeem, Partij van de Arbeid systeem, wat voor partij dan ook, is misschien iets dat tegenaan geschopt moet worden. Omdat die zitten dutten. En als ik kijk, ook ben ik van mening, wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de erfenis die we hebben geërfd. We wonen in een land dat als je erfenis erft, word je gevraagd, wil je het of wil je het niet? En als je zegt ja, misschien weet je van, oh, mijn vader heeft een hotel. Ik zeg ja, want ik krijg het hotel. Maar als je dan achterkomt daarna, dat je 2 miljoen schuld heeft, moet jij gaan dokken. Dus we kunnen niet zeggen, we hebben een land geërfd met welvaart en alles. Maar hoe we dat hebben verkregen, gaan we niet op onszelf verhalen van nee, ik heb geen verantwoordelijk daarin. Nee, wij hebben allemaal verantwoordelijk, ook ik, ook allen die hier nu aan deelnemen, om voor te zorgen dat het verleden rechtgetrokken kan worden. Of in ieder geval plek kan krijgen naar de toekomst waar we naartoe willen. Dus ik denk dat we allemaal daarin iets moeten bijdragen. En ik denk... excuses zeker nodig, politieke excuses is wat we willen. En wij zijn niet, de zwarte gemeenschappen zijn niet de eerste die zo'n traumatische historie heeft achter de rug, dat die gepaard met de politieke excuses, dat er nazorg wordt gekomen. Ik noem het geen herstelbetaling, want ik ben niet van mening dat je elke nakomelingen, en dat zeg ik zo, want ik vaar daar buiten en accept dat. Maar de nakomeling van tot slaafgemaakten kan je niet... Ik ben niet van mening dat iedereen 5 miljoen op de bank moet krijgen. Wat dan over 20 jaar of over misschien een jaar zelfs zitten we nog steeds met hetzelfde probleem. Het gaat mij erom dat we nazorg gaan bieden. Wat we hebben geboden aan de mensen die anderen tot slaaf hebben gemaakt. Na het afschaffen hebben we heel goed voor gezorgd dat de mensen die de anderen ontmenselijkten, zij werden betaald. En nog moesten die tot slaaf gemaakt en nog 10 jaar slaaf blijven, zodat zij konden wennen om geen slaaf te hebben. Nou, dat is een mooie nazorg. Maar waar is de nazorg voor de mensen die door die hele trauma en dingen moest gaan? Dus voor mij gaat het om politieke excuses, gewoon met de billen bloot. En ten tweede, een nazorg bieden, dan kan dat in de vorm van onderwijs, in de vorm van educatie... noem maar op. Dat kan je zo verzinnen. Maar er moet een nazorg komen waar die mensen zich in kunnen herstellen. Want er is nooit herstel geweest. Dit trauma is doorgegeven. Daarom zie je ook op tv, als een zwarte persoon, nakomeling,
praat over het verleden, het lijkt of het vandaag de persoon is overkomen. Want het zit nog zo diep en je krijgt geen ruimte om daarover te hebben. En ik vind ook dat als we over excuses gaan hebben, dat burgemeester Abu Talib ons excuses verschuldigd is. Voor 2016, bijna 200 van ons opgepakt, onnodig. En dan vervolgens ook afgelopen demonstratie, vind ik dat burgemeester Abu Talib heeft bijgedragen dat wij gecriminaliseerd zijn in de media en alles. En dan dus als we over excuses hebben, laten we ook kijken naar wat we zelf hebben bijgedragen afgelopen jaren. Dat het zo moeilijk was geweest voor mensen om op te komen voor hun rechten. En als laatste wil ik zeggen, het verbaast mij echt dat nu krijg je politieke partijen die allemaal statements maken van wij zijn tegen Zwarte Piet, het kan zus en zo. Lodewijk Asscher had het in 2014-15 al over, toen het helemaal niet populair was. Dat is gewoon iets dat jullie hebben. Maar vervolgens is geen vervolg aangegeven. En mijn advies is dat al die lokale partijen, er zijn nog steeds veel Partij van de Arbeid burgemeesters, er zijn nog steeds vele lokale partijen die gewoon echt ook besluiten nemen. En ik denk bij mezelf, hoe kan dat? Dat als partij niet collectief wordt opgetreden van de steden die wij zitten. Wij gaan voor zorgen dat 1. Onze fractieleden kennis krijgen over waar dit materie over gaat. En dan daarnaast dat zij gaan gewoon zich sterk maken voor afschaffen van Zwarte Piet, zodat het een inclusief feest wordt. Als dat niet voor elkaar gezorgd kan worden, dan kunnen we wel mensen gaan zetten die naast mij hier woont in de Bijlmer. Maar nog steeds trekt het mij niet om te stemmen, omdat ik weet van, als het erop aankomt, zie ik het resultaat niet. Ja, dankjewel Jerry. En het brengt me, dit is een heel mooi bruggetje, want inderdaad, het laatste deel van het gesprek is inderdaad naar onszelf kijken. Lodewijk, wil jij reageren op wat Jerry net gezegd heeft? Over bijvoorbeeld Zwarte Piet, dat je daar wel een statement over hebt gemaakt, maar dat we eigenlijk als partij dan een beetje rommelig zijn in de navolging daarvan. Ik denk, Jerry zei eerst, je moet er ook rekening mee houden dat je het niet allemaal met elkaar eens bent in een partij. Dat is op zich niet nieuw. Dat is zo'n poosje zo in de PvdA. En dat geldt ook voor hiervoor. En ik kijk er toch een beetje anders naar. Ik zie een enorme vooruitgang. Ik weet nog dat Peggy Burke, daar zat ik mee in de gemeenteraad in Amsterdam, ongeveer 100 jaar geleden, het hierover had. En dat ik toen niet goed begreep waarom het belangrijk was. En de tijd dat ik me daarover uitsprak was in 2013, 2014. Toen het in Nederland nog steeds voor heel veel mensen een heel raar standpunt was. Ik zag vandaag een peiling bij Eén Vandaag dat nu nog maar 47% van de Nederlanders vindt dat het vooral zo moet blijven. Dus dat gaat heel goed. En ik denk inderdaad dat er een mooie taak ligt voor lokale PvdA'ers om te zorgen dat in hun dorp of stad dat een feest voor iedereen is. Ik zag onze Hapte Moeder Hoop in Friesland daarover spreken. Dus volgens mij goed luisteren naar wat we nu extra kunnen doen. Maar wel in een partij die heel vaak hardgrondig van meningen verschilt. En ik ben daar, ik word er over het algemeen sterker van. En niet zo nerveus. En ik heb Jerry in die jaren best wel veel gesproken. Omdat ik organiseerde toen een soort Zwarte Piet poldertafels met de burgemeester die de intocht had. En hele felle tegenstanders, ook hele felle voorstanders. Maar het is wel hoe er in ieder geval op dat niveau verandering kwam. Dus ik kijk er eigenlijk best wel met trots op terug. Ja, dankjewel Lodewijk. Ik denk dat hij even ook moet reageren op wat Jerry tegen hem zei. Ja, dat lijkt me ook goed. Ahmed, wil je even reageren? Ja, ik vind het eigenlijk een lastig gesprekje zo hoor. Had ik wel verwacht. Maar Jerry moet het verhaal helemaal goed vertellen. Ik heb die demonstratie toen de tijd verboden, omdat ik geen manschappen had om die demonstratie te faciliteren. We leven in een rechtsstaat en ik ben tot 2 keer toe, tot aan de Raad van State, in het gelijk gesteld over de stap die ik toen de tijd heb genomen. Afgelopen woensdag heeft de Raad van State geoordeeld dat ik op alle fronten de overweging die ik gehanteerd heb, in het gelijk heb gesteld. Dat is een openbare ordemaatregel, heeft niets te maken met de kern van de inhoud van de boodschap.
Zo heb ik ook wel eens een demonstratie van Feyenoord supporters niet toegelaten. En we hebben daar toen ook, omdat de openbare orde erom vroeg, zo'n 300 Feyenoord supporters opgepakt. Toen heb ik meneer Afrië ook niet gehoord van, hier zijn de mensenrechten in het geding. De burgemeester kan altijd door de rechter worden teruggevloten als er sprake is van onrechtmatige daad. En dat is in dit geval dus niet gebeurd. Ik denk dat dat niet goed is, ook niet bevorderlijk is voor dit gesprek. Ik denk dat als het gaat om de inhoud van de materie, meneer Afrië mij zou moeten beoordelen om mijn intrinsieke bedoelingen als het gaat om het vraagstuk waar we hierover spreken. Zwarte Piet, ik heb aan de basis gestaan in Rotterdam van het formeren van een groepje mensen. Ahmed, sorry, ik ga je nu toch afkappen. Het spijt me heel erg, maar we gaan echt naar een einde toe van dit gesprek. En ik wil nog heel even over de Tweede Kamerverkiezingen praten. Maar dank je wel voor je reactie. Ik wilde twee zinnen zeggen en daar ben ik klaar mee. Oh, twee zinnen, oké. Okay, twee zinnen mogen. Ja, we hebben een club ingericht in Rotterdam. Samen met de Zwarte Gemeenschap en Afro-Caribische Gemeenschap. En dat heeft ertoe geleid dat met ingang van vorig jaar de Zwarte Piet als zodanig niet meer bestaat. Resultaten onder de streep, die tellen. Maar een burgemeester beoordeeld op zijn openbare ordebevoegdheid is geen onderwerp voor dit gesprek. En altijd bereid overigens met Jerry daarover verder door te praten. Nou, dat lijkt mij een goed idee, dus ik hoop dat jullie dat ook zeker doen. Ik ga even door. Dankjewel, Ahmed. Ik wilde even naar Nelleke, want ik hoor nu een paar keer tijdens dit gesprek terugkomen. Het gaat ook om een stoel aan tafel. Het gaat ook om representatie. En Nelleke, als voorzitter van de partij ben jij verantwoordelijk voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, de campagne, de lijst. Welke opdracht zie je aan jezelf? Wat kunnen we daarin van jou verwachten? Een hele grote opdracht, Mikael, om een super diverse partij te laten zien. En een vertegenwoordiging van alles wat Nederland laat zien op straat, in onze steden, in de dorpen. En daar een super diverse partij te tonen. Gisteren had ik Anna aan de telefoon en toen zei ik, weet je, ook hier mogen we naar onszelf kijken. Want het is echt volstrekt onvoldoende. En ik ben een vurig voorstander van bijvoorbeeld de positie van vrouwen in de politiek. De positie van jonge mensen in de politiek. En de positie van mensen van kleur en een hele grote diversiteit daarin te laten zien. Maar het kwam wel op die derde plaats. En de afgelopen weken heeft het een enorme sprong naar voren gehaald. En ik zeg niet dat die andere zaken minder belangrijk zijn geworden, maar ze zijn even belangrijk. Maar het is bij mij netvlies gebrand. En ik ben ook een hele diverse samengestelde kandidaatselectie gaan aan het werk. Maar ik zie mezelf toch ook een beetje als de superscout van de partij. Dat wil ik in ieder geval in mijn werk zijn. Dus ik voer ook deze dagen heel veel gesprekken met mensen die soms onzeker zijn. Soms denken, ja, kan ik het wel? Die motiveer ik heel graag tot dat gesprek bij de kandidaatselectiecommissie. Dus als je twijfelt, neem contact op. En ik help je heel graag die stap vooruit aan die tafel waar die plek ingenomen moet worden. Ja, dat lijkt me een hele mooie oproep. Dankjewel, Nelleke. Ik wilde even naar John Leerdam, die zit ook in de huiskamer. John is voorzitter van het landelijke netwerk diversiteit van de partij. Wat kan de PvdA morgen anders doen om ervoor te zorgen dat die partij meer divers wordt, maar dat die mensen ook daadwerkelijk een stoel aan tafel krijgen? John is... Het gaat even niet helemaal goed. Even kijken. Ja, je bent er. Helemaal goed. Ja, ik ben er. Ik heb heel veel gehoord en het is inderdaad heel belangrijk. Nelleke heeft al een aftrap gegeven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dit soort gesprekken, dat inderdaad ook moet gebeuren. Maar niet alleen maar gericht op de grote steden, maar met iedereen. De voorbeelden die Tanja en Jerry en Amma en verschillende mensen hebben genoemd. Inderdaad, ik denk dat het heel belangrijk is dat je moet beginnen om de samenstelling van de commissies, om daar alvast mee te beginnen, om te zorgen dat die commissies inderdaad allemaal ook divers zijn. Dat is nummer één. Nummer twee moet je ook beginnen om door te geven dat de verkiezingsprogramma, want alles wat op papier wordt gezet, je weet hoe dit land ook in elkaar zit, betekent ook dat dat natuurlijk een weerga zal hebben op de mensen die je gaat aantrekken. Dus als we hier praten over racisme en al dat soort dingen die we doen, dan betekent dat er allerlei verschillende lijstjes zijn. Verschillende dingen zijn al genoemd.
dat ik denk dat je en de symbolische punten ook waar moet maken. En tegelijkertijd moet je ook kijken naar de formele kant van de zaak. Dus bijvoorbeeld als er een wet van samen moet komen om de quotering eigenlijk te zorgen dat er meer leerwerktrajecten moeten zijn, moeten we dat niet alleen maar zeggen met de mond, maar dan moeten we zorgen dat onze politici ervoor zorgen om dat ook uit te voeren. Als we zeggen dat er een museum moet komen, een slavernijmuseum moet komen, dan moeten we onze schouders eronder zetten en dan moeten we all the way durven gaan. En tegelijkertijd moeten we de mensen proberen aan te trekken, dat geldt van jong, vrouw, homo, hetero, die dat kunnen uitleggen met de achterban en tegelijkertijd een vinger aan de pols moeten houden om te zorgen om het ook te lobbyen, om te zorgen dat het ook uitgevoerd kan worden. Dus er is een grote taak voor ons allemaal, voor iedereen die hier aanwezig is en zeker ook voor het netwerk diversiteit om dat op te pakken. En ik denk dat we dit gesprek is maar het begin van wat toch komen gaat. Dus ik denk dat we dat heel druk gaan krijgen. Ja, dankjewel John. Lodewijk, is dit het begin wat jou betreft? Het is het begin, maar het is ook een tussenstation. Hè? Want ik denk dat we ook best trots mogen zijn op wie wij zijn als partij. En wie er om deze tafel zitten. En wie er al plekken aan tafel hebben verworven. Des te belangrijker dat wij ook nu die rol nemen. Mm-hmm. Om als meest diverse partij van het land ook het voortouw te nemen. En te laten zien dat het menens is. En ik heb vanavond wel heel veel... Ja, ook veelzijdige voorstellen en onderwerpen gehoord van het leenstelsel. Waar we inmiddels een ander standpunt over hebben, lieve Peggy. Tot het pleidooi van Ahmed om die excuses nu af te gaan dwingen. De verhalen die elkaar aanvullen. Ik denk dat dat een mooie oogst is. We hebben als Tweede Kamerfractie een kamerdebat hierover aangevraagd. Dat ook gesteund is door een meerderheid en dat binnenkort wel zal plaatsvinden. Dat geeft ook de kans om het om te zetten in daden en ook te kijken of er meerderheden te vinden zijn om nu al dingen te gaan veranderen. Want dat ongeduld wat ik bij bijna iedereen proef, dat verdient het ook om nu beloond te worden in actie. Zonder de illusie te hebben dat het probleem dan morgen weg is. Daar zijn we helaas allemaal door schade en schande te wijs over geworden. Maar die strijd daartegen, die kunnen we verder opvoeren. Dus dank aan iedereen voor de tijd en de bijdrage en jullie openheid. Dankjewel Lodewijk. Ik wilde nog vragen, kunnen we van jou verwachten dat je voorop gaat, mee gaat lopen in die strijd? Maar volgens mij, als ik het zo hoor, kunnen we dat verwachten. Ja, ik vind het een heel erg horen bij deze tijd, dat leiders ook zich laten zien. Ook op onderwerpen die soms vermeden worden of ongemakkelijk zijn of nog niet zo populair zijn. Het goede nieuws is denk ik dat er nu, en om daar ook mee te eindigen, dat die generatie veel sneller, veel verder wil en ook veel positiever is. Dus die generatie verdient ook leiders die dat geluid vertolken. Oké, dankjewel Lodewijk. We lopen ontzettend uit de tijd, dus we gaan afronden. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de bijdrage en de fijne manier waarop we dit gesprek met elkaar hebben gevoerd. Woensdag gaat Lodewijk een heel ander gesprek aan over sociaal-economische gelijkheid met Thomas Piketty. Ik wil Thierry bedanken, Ahmed, Amma, Tanja, even kijken of ik nu niemand ben vergeten, Nelleke, Kirsten, Peggy, we hebben ontzettend veel mensen in de huiskamer gehad. Heel erg bedankt voor jullie tijd. En ik wens degene die woensdag ook gaan kijken, veel plezier met het huiskamergesprek van woensdag. Fijne avond allemaal!